Ja, dames en heren, goedemiddag. Welkom allemaal hier in de Bali. Operatie Interview. Seizoen 5 zitten we inmiddels, kwamen we net achter. Goed dat u er bent. En ik overdrijf niet als ik zeg in zulke grote getalen. We hebben ook dan een zeer spraakmakende gast. Maar ik wil toch even een paar dingen van u weten. Wie van u is hier voor de eerste keer? Oké, dat is, nou ja, toch best wel wat mensen. Wij van WC Eend wensen u van harte welkom bij een fantastisch programma. En de reden daartoe is het volgende. U gaat namelijk direct naar 3 interviews kijken, waarin u per interview eigenlijk alles weet. U weet namelijk zo direct waar de interview het over wil hebben, wat de strategie is, waar die wil uitkomen en wanneer het mogelijk spannend kan gaan worden. Dat gaan namelijk de 3 interviewers die op dit moment hiernaast in een aanpalende ruimte zitten, op dit moment alles zien en horen wat hier gebeurt, gaan zij alle 3 een interview van 12 minuten daar in de operatiekamer gaan ze afnemen. De enige die niks weet is de hoofdgast. Die heeft namelijk ja gezegd tegen een programma waarvan hij van tevoren niet weet door wie die waarover geïnterviewd gaat worden. Nou is het extra bijzonder even omdat we te maken hebben met een spraakmakende gast die een publicatie aan zijn broek kreeg vorige zomer. En dit is de eerste keer, dames en heren, ik heb het nog even gecheckt van tevoren. Dit is de eerste keer dat hij aan plein publiek zich laat interviewen. En dan ook nog in een setting, niet wetende door wie en ook niet precies waarover. Hij vroeg mij net ook nog even, gaat het nou alleen daarover? Nee, zei ik tegen onze hoofdgast, maar we gaan het onderwerp zeker niet schuwen. Dus, u kijkt zo direct naar 3 interviewers die hier aan mij en vooral dus aan u gaan uitleggen wat hun aanpak is. Daarna sturen we ze 1 voor 1 hier de operatiekamer in en kunt u precies zien hoe het interview uitpakt ten opzichte van hoe de bedoeling was. Nou wensen wij natuurlijk iedere interviewer een ongelooflijk goed en succesvol interview toe. Maar ik moet u eerlijk zeggen als programmamaker, de kroniek van een mislukt interview kan razend spannend zijn. Want waar gaat het dan mis? En waarom gaat het mis? En hoe had dat anders gekund? Nou, dat doen we in het laatste blokje, oftewel de nabeschouwing. Dat is even de setting vooraf. Ik wil nog even van u als zaal weten, wie van u is schrijver? Oh, die zijn, ja, oké. Okay. Juist. Heel goed. Wie is op een of andere manier werkzaam in of aanpalend in de uitgeverijwereld? Oké, heel goed. Zitten er ook journalisten in de zaal? Ook nog? Ook nog? Heel goed, heel goed. Nou, dan hebben we een beetje de setting te pakken. Dames en heren, volgens mij kunnen we gaan beginnen. We zijn er klaar voor. Onze hoofdgast staat achter die deur. En hij luistert nu mee. Hij is geboren in het Brabantse Goorle. Hij groeide op in een gezin, een echt arbeidersgezin. Samen met zijn tweelingbroer was hij de nummer 5 en 6 uit een gezin van maar liefst 8 kinderen. Of zoals zijn vader zei, jij was de eerste van de 2e 4. Als zijn moeder overlijdt, woont hij als pleegkind bij auteur en onderwijzer Jan Nijkens. Daar ontdekt hij de liefde voor literatuur. Hij studeert recht in Amsterdam en deed daarnaast allerlei klusjes bij uitgeverijen, van magazijnmedewerker tot corrector. Hij krijgt zijn eerste vaste baan bij de uitgeverij Bert Bakker en werkte zich binnen 5 jaar daarop tot hoofdredacteur. Zijn eerste succes is zijn ontdekking van Umberto Eco's De Naam van de Roos, waar bijna 400.000 exemplaren van worden verkocht. In 1989 richt hij uitgeverij Prometheus op en haalt successen met bekende auteurs als Connie Palme, Herman Brusselmans, Lale Gül en Eus. In 2000 gaat hij de boekafdeling leiden onder het concern PCM, wat we nu kennen als DPG. Maar al snel keert hij terug naar zijn vertrouwde uitgeverij. En vorig jaar, zoals gezegd, kwam zijn naam in opspraak toen de Volkskrant een beeld schetste van de angstcultuur onder zijn medewerkers. Dames en heren, warm applaus voor niemand minder dan Mai Spijkers. Ja, ik zei het in de aankondiging, want u vertelde mij dat even net zelf. Dat u werd benoemd als de eerste van de 2e 4 was, omdat uw vader al vrij vroeg door had dat u een haantje was, hè? Ja. En deed het wat met u dat u toch een beetje de eerste van de 2e 4 was? Ja, ik ben tevreden mee. Ja. Okay. Doet de microfoon. Ja. Ik zie niemand in paniek daarboven in de techniekhok. Er komt iemand aan. Kunnen we u nu wel verstaan? Gaan we nu? Ja, dan wachten we toch een heel even. Misschien kunnen. Kijk eens, assistentie, RBO. Desnoods kunnen we anders een. Er komt een vervanging.
Tussentijd kunt u wat rustig voor uzelf doen, even uw e-mail checken. Het is een beetje raar om nu door te gaan als u het niet verstaat. Dat ga ik u zo vertellen, mevrouw. Ja, we hebben een rebellerende publiek hebben we vandaag. We kunnen ook gewoon de hele entree opnieuw doen, dat we gewoon even opnieuw binnenkomen. Zo. Bonzende deuren. Er komt een nieuw setje aan. Ja, we doen even met een losse microfoon. Oké. Okay. Als u erin praat, hij hoeft het mij niet. Voor mij staat hij omhoog. Als hij... Ben ik zo verstaanbaar? Ja, we zijn okay. We zijn er. Dit knippen we eruit, dames en heren. Dank u wel. Ik zei even bij de aankondiging van u dat het toch wel bijzonder is dat u sinds die publicatie vorig jaar, dat dit de eerste keer is dat u zich laat interviewen. En waarom kiest u dan vandaag, tot ons groot plezier, maar voor het programma waarvan u niet weet door wie en ook niet waarover? Nou, ik heb dat niet met elkaar in verband gebracht, eerlijk gezegd. Ik vond het een leuk concept. En er zijn natuurlijk wel, ik ben wel een aantal keren benaderd voor een interview, maar ik denk, ja, waarom zou ik? Maar ik vond het een leuk idee. Ik denk, nou, dat ga ik doen. Maar ik heb niet daarbij gedacht, oh, nu, dit is de eerste keer sinds of wat dan ook. Nee. Maar u weet natuurlijk wel een beetje wat komen gaat. We zullen zien. Ja. Bereidt u zich in die zin ergens op voor? Hoe doet u dat normaal met interviews? Nee. Nee? U gaat nadenken, wie is die interviewer? Waar zou die het over willen hebben? Nee, de vraag wordt gesteld en ik probeer er zo goed mogelijk een antwoord op te geven. Ik moet toch even één punt even wel met u bespreken. Wij proberen eigenlijk een taart te maken. Die bestaat dan uit drie punten, drie interviews. En die met elkaar moeten dan aansluiten, elkaar aanvullen. We hebben best wat rondgebeld in de literaire wereld. Wat denkt u dat de rode draad in de reacties was? Nee. Ja. Nou, hebben wij wel vaker dat we een lastige gast hebben. Maar dit hadden we nog niet eerder meegemaakt. Nee. Maar hoe kan dat? Ja, het is een kleine wereld. Ja. Een kleine vijver met veel hengels. Ja. Dus er is wel wat naijver, concurrentie. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. En het is zo'n kleine wereld dat ze weten dat ze u vanzelf weer toch weer tegenkomen. Ja, dat of gewoon denken, nou, ik heb geen zin om met die man een gesprek te voeren op een podium. Dat kan natuurlijk. Ik moet eerst dat het mij een beetje teleurstelde eigenlijk wel. Oh, ja. U? Nou, mij verbaast het niet. Nee. En zit in het niet verbazen toch ook de teleurstelling verpakt? Ja, kijk, die reputatie voor mij, dat is een heel eigen leven gaan leiden. Ja. En die bestaat al eigenlijk sinds ik in de uitgeverij kwam. Of eigenlijk sinds mijn zevende, weet ik veel. Dus ik ben het wel gewend, ja. Laat ik het zo zeggen. En u heeft er ook een best aardige tactiek voor. Dus als u bij spreken onaardige verwensing naar het hoofd krijgt, die omarmt u gewoon als een geuzennaam. Dus als ze zeggen Maai de Haai, dan zegt u met een glimlach, ja, dat klopt. Armen eromheen. Ja, wel en niet. Maar ik denk dat... Kijk, ik kom uit een groot gezin, inderdaad, zoals je zegt, de eerste van de tweede vier. En ja, ik denk dat dat mij wel gevormd heeft. Dat ik, je moet op een of andere manier, met mijn karakter, aandacht weten te trekken. En als dat niet op een positieve manier gaat, dan maar op een negatieve manier. Ik denk dus dat zit wel in mij. Dus in die zin, als je zegt, ja, ik belde aan iedereen en niemand had zin. Ja, dan denk ik niet van, god, dat verbaast me nou echt. Maar dat kan, die dynamiek en ook uw positie daarin, die kan ik mij... Hoi, welkom. Die kan ik mij voorstellen in de weg naar boven. Mm-hmm. He, dus liever slechte publiciteit dan geen publiciteit. Maar als je eenmaal boven bent, lijkt het me wel een wat nare cyclus worden. Ja, maar zo werkt dat natuurlijk voor mij niet. Nee? Nee, elke dag is weer een nieuwe dag. Er moet weer iets veroverd worden. Dat houdt nooit op. Ik wil het met u hebben over het métier van interview. Hoe heeft u wel eens voor uzelf nagedacht als u interviews terugkijkt of leest? Is er een soort rode draad wanneer interviews goed met u gaan? Dat u echt zegt, ja, daar gaat het echt goed en dan kan ik goed uitleggen waar ik sta? Of is het een mooie spanningsboog tussen mij en de interviewer? Ja, nou, ik wil niet meteen lullig doen, maar het is wel... Wat mij wel opvalt is dat
op een gegeven moment je eerste interview, dat weet je niet, maar dat is een heel belangrijk interview. Want dat wordt eigenlijk, de rest van je leven wordt dat herhaald. Ja. Dat is een, dat zit in, je zit in een knipselmap en dat, elke keer komt weer diezelfde vragen naar boven. Ja, dat, dat mensen toch vaak niet, ik begrijp het van de andere kant ook wel. Je werkt voor een krant of voor een tijdschrift, dat moet ook door. Dus even kijken, nou ja, wat weten we over hem? En dat voortdurend bevestigd proberen te zien. Ja. Te weinig. Ik heb als een keer een mooi interview gegeven voor wat ik zelf, waar ik zelf wel tevreden mee was. Dat stond in het Financieel Dagblad. Iemand die een soort plaats van herinnering, die nam mij mee naar het dorp waar ik vandaan kwam. En ja, dat vond ik mooi gedaan. En ja, Martin Bril heeft een keer een groot interview voor mij gemaakt in de Haagse Post. En die ging ook echt weken met mij op stap en naar de boegmessen. Dus maar eigenlijk wat u beschrijft is volgens mij, als u wezenlijke oprechte interesse bespeurt, dan gaat de oester open. Ja, maar op zich, kijk, ik heb op zich niet een. Ik ben niet gewapend. Ik bedoel, ik weeg een vraag en probeer een antwoord erop te geven. Maar vaak is het, ja, denk je, dat, om dan weer een keer te herhalen van. Dat, ze zeggen dat over jou, of ze doen dit en dat dan weer een keer. Dat vind ik niet interessant. Nou, Ischa Meijer was ook een mooie, heeft ook een mooie. Maar als u dat bespeurt, simpel gezegd, ik noem het maar even het knipselmap interview. Ja. Dus alles wat al een keer gezegd. Bent u dan iemand die dat dan zegt, nou ja, ik zit de rit wel uit, of gaat u de regie overnemen in het interview? Ja, dat ligt eraan. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende types interview met portretten. Hè, dan ga je er wel wat van zeggen. Maar je wordt ook vaak geïnterviewd naar aanleiding van een issue. Hè, er is iets in uitgeefland of er is een bepaalde ontwikkeling. En dan vragen ze mij, wat vind jij ervan? En dan kunnen vaak dat soort dingen ook voorkomen. Dat vind ik veel niet zo boeiend. Maar er zijn ook wel bijvoorbeeld Stephanie Hogeberg. Die heeft mij vorig jaar geloof ik of 2 jaar geleden voor de Quote geïnterviewd. En die pakte dat leuk aan, want die wist precies waar ik voortdurend een hekel aan had in die interviews. Dus dat maakt ze ook een soort running gag van zeggen, nou, dat zal ik me niet aan je vragen, want dan word je natuurlijk weer kwaad. En, ja. Op die manier. En dat is wel grappig. Even die kwaadheid, dat temperament noem ik het maar even. Ik heb wat interviews met u terugkijken ook. En als zeg ik u eerlijk, ik dacht soms, is dit nou een oprechte kwaadheid of feinstie het? Is het ook een methode? Welk interview? Nou, ik weet het niet, maar als ik interview terugkijk, u kunt soms wel enige temperament op de vloer leggen. Oh. Ja, dat is geen aantijging hoor, dit. Nee, maar ik zit even te denken wat. Ja, als ik denk van, nou ja, u suggereert iets, maar dat klopt bijvoorbeeld niet. Ja, dan ga ik dat wel wat van zeggen, ja, natuurlijk. Wij gaan direct, deze drie, want die zitten dit allemaal mee te kijken en te beluisteren even. Ik stel altijd dezelfde vraag aan het eind van dit gesprek, namelijk. Van wie zou je het ontzettend leuk vinden als die zo direct door die deur komt? Tja, dat vind ik nogal wat. Daar heb ik inderdaad niet over. Dan heb ik nog een makkelijke vraag voor u. Van wie zou u het toch heel vervelend en echt niet leuk vinden als die door de deur komt? Nou, dat zijn er heel veel. Nee, dat is flauw. Nee, ik heb wel gezegd toen ook, dat weet je ook wel, toen jij voorlegde van wil je hier geïnterviewd worden, ik zei nou ja prima, maar degene die dat stuk over mij geschreven heeft, liever niet. Ja. En dat konden jullie billiken. Wij konden dat billiken, omdat zij dat namelijk per se ook niet wil. Nog sterker zelfs. Nog sterker zelfs. Zij vindt het eigenlijk, want het gaat over Niet Panache, de auteur van het stuk. Zij vindt eigenlijk dat wij u helemaal geen podium meer mogen geven. Ah ja, nou, dat kan ook. Okay. Vrij land. Ja. Maar dan blijft de vraag zijn, laten we die dus maar parkeren, want het toeval wil dus dat zij er ook absoluut niet wil. Is er iemand anders van u zegt, nou dat zou, niet, dat zou ik toch onprettig vinden? Nou, nee? Niet die zo, misschien als ik hem zie, haar of hem, denk ik, oh nee, alsjeblieft, goed. Doen we dat niet aan. Maar. Wij zijn er klaar voor, okay. Hopelijk u ook. Ik ga u meenemen, namelijk naar de operatiekamer, kom mee. Kan dit ding af trouwens, want het heeft geen functie meer. Hè? Nee, dat is waar. Toen? Kijk even naar boven. Mag dat ding af? De... Ja, kan weg. Ja. Okay. U gaat deze dingen. Nou, is het wonderlijk. Wij vragen altijd aan de gast wat voor muziek. Want hij moet nu vrij lang muziek luisteren. Omdat wij namelijk met de interviewers rek gaan praten. Wil je? En toen had u gezegd, ja, ik wil stilte. Dat is voor dit concept wat lastig. Toen hebben we uw dochter gebeld. En die zei, Frank Zappa.
Nee. Maar wel voor de komende 20 minuten. Nou, moet ik u even assisteren? Dat klopt ook wel. Dan heb ik deze, let op. Maar kunnen we even horen trouwens, dat we even Frank Zappa even... De komende 20 minuten zijn voor u. Volume mag even op. Hup. Ja. Nee, hij kan niet zacht. Dat is heel gek. Er zit geen knop op. We zijn zo bij u terug. Goed, dames en heren. Dit is altijd een heerlijk moment, want de interviewers staan nu daar. Heb ik je het goede kaartje? Ja, dat heb ik. Hulpstukken tegenwoordig ook. Niet onbelangrijk. Hartstikke idee. Dames en heren. Hij moet goed naar achter zitten, hij moet het niet kunnen zien. Nee, dat let niet op. Goed, dames en heren, hier staan dus de drie interviewers voor u klaar. Onze eerste interviewer maakte als kind al haar eigen programma's op haar cassetterecorder. Ze begon haar radiocarrière bij Dolfijn FM op Curaçao. Dat is ongeveer de radio 538 ongeveer daar. Hè? Ze werkte als nieuwslezer bij onder andere ANP en BNR en als verslaggever bij Radio 1 Vandaag. En presenteerde allerlei programma's op Radio 1. Tegenwoordig heeft ze zelfs haar eigen radioprogramma namens AfroTros. Dames en heren, Misha Blok. Onze tweede interviewer studeerde politicologie, geschiedenis en Arabische antropologie in Amsterdam en Cairo. Hij was jarenlang correspondent in onder andere Jeruzalem, Beirut en Cairo, schreef meerdere journalistieke bestsellers en was zomergastenpresentator. De meesten zullen het wel gezien hebben. De bekendste zevenvinker van Nederland, Joris Luijendijk. En de laatste. Onze laatste interviewer kwam op haar vijfde vanuit Teheran naar Nederland. Ze studeerde literatuurwetenschap in Amsterdam en ging daarna voor de televisie werken. In haar veelbesproken documentaires gaat ze met iedereen het gesprek aan. Van sekswerker tot verslaafde en activisten. Haar specialiteit is dan ook heikele onderwerpen. Sahar Merachi. Zo, ik hoop dat alle microfoons nu wel doen. Misha, ik begin bij jou. Is goed dat jullie er zijn. Hoe ga je het aanpakken? Ik denk van tevoren nooit zo na over hoe ik het ga aanpakken. Dat is ook een beetje mijn stijl van interviewen. Ik ga er zo open mogelijk in. Ik vind dat iedereen een kans verdient om een open gesprek te voeren. Ja. En mijn ervaring is dat als je er op die open manier ingaat, dat mensen ook geneigd zijn om veel te geven. Ik kan je volgen. Ik kan je ook volgen omdat ik je radioprogramma's wel eens luister. Daar zit jij in je eentje in de studio, een uur durend programma zonder iemand van de techniek. Ja. Maar je hebt een uur. Ja. En dan kan je die sfeer die je net beschrijft, kan je neerzetten. Ja. Nu niet, 12 minuten. Nou ja, dat is de vraag. Daar ben ik zelf ook wel benieuwd naar. Van, ja. Lukt dat je ook in 12 minuten om die band te maken? Want ik probeer toch altijd wel in mijn interviews om contact te maken. Vertrouwensband op te bouwen en een connectie. Hoe doe je dat? Door een gelijkwaardig gesprek te voeren. En zonder een vooringenomenheid en zonder een vooropgezet plan. En dus hij moet eigenlijk een soort gevoel hebben. Want dat kan je... Hij moet een gevoel bij mij krijgen, ja. 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 En dan moet je connectie maken. Ja. En welke middelen ga je daarvoor inzetten? Gewoon hoe ik ben. Ja? Ja. Maar hoe werkt dat? Ga je echt even goed oogcontact maken? Of begin je met wat open vragen? Of hoe werkt zoiets? Nou ja, hoe werkt dat bij een gewoon gesprek? Het is gewoon een gesprek voeren. En dat is inderdaad met oogcontact maken. Maar ik merk ook altijd dat op het moment dat jouw geïnterviewde merkt van... zij gaat me niet meteen aanvallen, ze heeft niet een vooropgezet plan. Dat wekt al heel veel vertrouwen. En hoe bereid je je dan voor op zo'n open gesprek? Ik lees me wel in over die persoon. Maar ik ga niet echt tot op de detail al inlezen van hoe is die opgegroeid? Welke hobby's heeft die? Want dan denk ik van ja, waarom zou ik hem dan nog interviewen? Ik moet wel nog steeds nieuwsgierig zijn. Als je in hem verdiept, dan ontstaat natuurlijk vanzelf een vooroordeel. Want je hebt een beeld van iemand en een gevoel bij iemand. Mm-hmm. Nou, ik zou het geen vooroordeel willen noemen. Het is meer een nieuwsgierigheid naar. Van ik wil heel graag mijn gast begrijpen. En dus ik ga me dan inlezen. En naarmate dan de dagen vorderen, dan heb ik een bepaalde vraag in mijn hoofd. Iets wat ik beter van die persoon zou willen begrijpen. En welke is dat vandaag? En bij hem is dat toch wel, hoewel hij het er waarschijnlijk niet over wil hebben. Er is natuurlijk wel iets groots gebeurd afgelopen zomer. Het is niet niks dat er een artikel in de Volkskrant verschijnt waarin 16 oud-medewerkers een boekje open doen over jouw werkwijze en over hoe jij bent. En ik ben heel erg benieuwd wat dat met hem heeft gedaan. Nou is het ook belangrijk, want je hebt net zitten meekijken in welke gemoedstoestand je iemand aantreft. Ja.
Heb jij al iets kunnen zien hoe je hem nu hier binnen hebt zien komen? Ja, monter, maar een beetje zenuwachtig. Ja, ik dacht aan het woord gereserveerd ook een beetje. Gereserveerd, ja. Dus er ja, moet het is ook logisch, toch? Zeker, maar dan moeten ze die eerste paar minuten van het gesprek met jou... Ja. Moet er iets ontdooid worden, ontregeld worden, contact gemaakt worden? Ja. Nee, maar ik vind het leuk aan jou. Heb je er geen vertrouwen in? Nee, heel erg. Nee. Waarom wij deze taart zo leuk vinden, is omdat we nu naar 3 totaal verschillende interviews kijken... qua voorbereiding, qua stijl en qua opzet. Maar jij weet ook, en daar wil ik toch even naartoe nu, is... jij gooit best wat middelen in de strijd. Welke? Nou, jij bent iemand die beweegt, die gaat naar voren zitten... die gaat oogcontact maken, even naar achter. Er gebeurt een heleboel eigenlijk in de non-verbale communicatie bij jou. En daar ben jij je best bewust van. Nou, dat weet ik niet. Ja. Nee, ja, ik doe geen andere dingen dan wanneer ik... dat zeg ik ook altijd, wanneer ik met vrienden praat... aan tafel, aan de keukentafel. Ik doe geen andere dingen dan wanneer ik met iemand praat in mijn interviewprogramma. En mensen zijn altijd verbaasd van, ja, waarom schrijf je geen vragen op? Dan denk ik van, ja, dat doe ik ook niet in een gesprek als ik met een goede vriend afspreek. Ja. Maar dus even, kijk, als we naar jouw onderwerp gaan, wat natuurlijk meteen natuurlijk het spannende onderwerp is. Dan is het natuurlijk, lijkt mij voor hem, heel interessant. Zit iemand al met een voorgebakken oordeel en verontwaardiging? Ja. Maar jij wilt tegenoverstellen, je wil op gelijk niveau erin. Dus dat betekent dat je hem het gevoel moet geven. Ik ben echt op zich heel erg geïnteresseerd in jouw kant van het verhaal, zonder dat ik een vooroordeel heb. Ja, maar jij zegt het gevoel geven dat, maar zo sta ik er ook echt in. Oké. Okay. Dat kan je ook niet faken, want dat heeft iemand, en zeker, ik denk zeker, Maai heeft dat heel erg door. Dus ja, je moet gewoon jezelf zijn en oprecht nieuwsgierig zijn. En dat ben ik bij hem. Heel spannend om te kijken hoe dit gaat uitpakken. Jij bent straks als eerste. Als tweede is Joris, die weer een hele andere manier heeft qua voorbereiding. Belangrijk is even te melden, jij hebt me nog nooit ontmoet in het leven en lijven. Jij wel? Ja. Hij probeert wel eens met mij af te spreken om te lunchen. Om me over te halen bij hem te komen in het fonds. En wat deed je? Wel lunchen en daarna nee zeggen? Nee. Dat vind ik dan weer niet. Dan ben ik weer zo belachelijk ethisch. Want hij neemt mensen mee naar hele lekkere plekken. Ja. Je kan echt heel wat redactieuur inkopen van een lunch met Maai Spijkers. Wat ga je doen zo direct? Hier. Wat ik echt heel interessant vond is waar moeten mensen zich invechten? Zo kwam ik ook op mijn laatste boek. Want mannen zoals ik hoeven zich nergens in te vechten. En hij lijkt heel goed op mij. Maar hij heeft zich wel qua sociale klasse en eigenlijk ook regio moeten invechten. En daar heeft hij mechanismes voor ontwikkeld. Dat is denk ik die Brani. Hij zei net van, er moet iedere dag wat veroverd worden. Ja. Maar hij is er al lang. Ja. Hij is er al lang. En hij blijft dus dat kinddrama eigenlijk ieder jaar weer opnieuw doen. En dat heeft iets heel tragisch. En ja, jullie lachen, maar dat tragiek is echt niet om te lachen. Daar zit volgens mij onmacht. Het is het onvermogen om door te groeien naar de volgende fase die je kunt hebben in je leven. Dat vind ik, ja, daar wil ik wel iets meer over weten. Ja. Het interessante is, jij zei zelf, voordat je werd gezend, we stonden even te praten, je zei, het interessante is dat een groot deel van zijn succesauteurs zijn ook niet zeven vingers, ook mensen die zo'n enorme emancipatie naar boven hebben gemaakt. Hè? Het zijn allemaal klassemigranten. Dus heel veel dingen waar mensen zeggen, typisch Nederlands is helemaal niet typisch Nederlands, is gewoon typisch menselijk. Maar doen alsof sociale klasse er niet toe doet, dat is echt typisch Nederlands. En wat je dus ziet bij dus Herman Brusselmans, Connie Palme, Manu Boussamour, Eus, Lale Gül. Dat zijn allemaal mensen die een klassemigratie hebben doorlopen. Die dus komen uit een eenvoudig, hoe zal dat heet, milieu. Ze gaan studeren, moeten zich invechten. En ik denk ook dat Maai zo'n ontzettend goede uitgever is, omdat hij dus dat talent bij die mensen kan lezen, wat ik veel moeilijker kan. Ik kan dat weer veel beter bij mensen uit mijn milieu. En ik heb zelf meegemaakt, Manu Boussamour, die kwam als 16-jarig jochie naar me toe toen ik op de Albert Kuip een glaasje sinaasappelsap aan het drinken was. En hij zei van, hey, je was er op tv en wij gingen praten. En ik dacht, binnen 5 minuten, dit is zo'n geboren verhalenverteller. En we zijn in contact gehouden, ik heb hem ontzettend geholpen met en gestimuleerd en aangemoedigd van, schrijf een boek over die jeugd van jou. En bij mijn eigen uitgeverij zagen ze het niet. Zeven Vinkje Joost Nijssen zag het niet. Maar Maai, die had echt maar 1 minuut nodig. En dit is een van de allerbest verkopende. Maar ook het knappe van Manu is, hij wordt gelezen door jonge Marokkaanse Nederlanders. Hij is dus niet iemand die goed valt bij dit publiek. Daar valt hij ook goed bij. Maar hij schrijft voor de groep ook waar hij vandaan komt. Dat is ontzettend knap, dat lukt bijna niet. En Maai ziet dat. En dat en met Lale Gül ook en met Eus ook. Dat vind ik ontzettend goed. Okay. Ander punt bij jou is,
Wij kennen elkaar al wat langer en met veel plezier kijk ik wel eens interviews van jou terug. Maar jij hebt jij kan eigenlijk alle twee. Jij kan eigenlijk het interview wijspreken waar je heel open gaat en de ander ook alle ruimte geeft om mee te sturen de richting van het interview. Maar je kan hem ook kort op de bal doen. En dit is 12 minuten. Ja. Hoe ga je dat aanpakken? En waar wil je uitkomen? Ja, dat zou mooi zijn als ik daar een antwoord op had, want dan kunnen we dat straks... Zeker. Kunnen we het daar afmeten. Is het concept goed begrepen? Aan de andere kant leg ik daarmee dus mijn bal op het hakblok. Ja, ik zou graag iets willen horen wat ik niet verwacht had te horen. Kijk, hij is echt heel... Hij wist nog de namen van de mensen die hem hadden geïnterviewd. Weet je, dan kan je nog wel eens heel zo'n spelletje ophouden van doet me allemaal niks. Maar als het je niks doet, weet je dat niet meer. Ja. Dus hij is hier ontzettend goed in. En in 12 minuten kan hij er echt wel uitglippen. Dus het enige wat je denk ik kan hopen is dat je gewoon echt fair speelt. Anders krijg je gewoon een slimmere versie van de glibberigheid die hem zo goed van pas is gekomen de afgelopen jaren. Maar even, je begon het gesprek. De essentie van jouw 12 minuten interview is wat die drijfveren zijn. Dus zoals jij noemt, het kinddrama wat zich herhaalt. Ja, die drijfveren snap ik wel. Dat is gewoon iedere keer weer het vuur van de goden stelen. Maar hij heeft dat vuur al lang gestolen. Die goden zijn dat vuur al lang kwijt. En hij zou naar een soort, zoals Joop van den Ende, die gaat op een gegeven moment ook naar een mecenasrol. En hoe fantastisch zou het zijn als hij veel meer zou steken in bijvoorbeeld talentontwikkeling. In plaats van mensen naar Denemarken te vliegen om ze daar een lunch of een diner te geven in het duurste restaurant ter wereld. Weet je, waar dient dat voor? Het geld van lezers. Die betalen extra voor boeken. We hebben een vaste boekenprijs in Nederland. En lezers betalen extra voor boeken. Vanuit het idee dat uitgevers daarmee dat steken in talentontwikkeling. En dat ligt helemaal voor hem klaar en open. Mooi. Maar ja, 12 minuten is wel kort hoor. Even de laatste naam komt bij jou. Zomergast had ik 3 uur. Kijk, dan, ja, dan, wordt het wel. Dan kan iemand gewoon langzaam in slaap werken. Ik wil even weten, wat is jouw premisse even qua sfeerzetting? Ga je een beetje naar achter hangen of ga je proberen contact te maken? Ben je een strenge interview? Wat ga je doen? Ik wou hem, opgewekt minachtend toelachen. Hij maakte, je denkt dat er geintje bij, doet het nog echt ook zo direct over een paar minuten, kan je vertellen. Dank. Sahar. Ja. Laten we even eerst beginnen, want jij reageerde ontzettend enthousiast meteen. Jullie trouwens ook, maar ook meteen. En een van de redenen is, hoewel je helemaal niet in de uitgeverswereld zit, je zei, ik herken mezelf ergens in hem. Ja. En dat is een van de basisredenen waarom je hier bent vandaag ook, hè? Nou, onder andere, ja. Ik heb enorm veel over hem gelezen. En het met iedere zin, met iedere volgende zin dacht ik, oh, dit herken ik. Oh, dit herken ik. Wat herken je? Nou, om een voorbeeld te geven. Ergens las ik dat hij het maar niet kan begrijpen dat andere mensen niet dezelfde verantwoordelijkheid voelen voor een bepaald product of voor een werk als het hij voelt. En dat ken ik. Ik heb al zo vaak te horen gekregen, Sahar, je kunt niet verwachten dat mensen dezelfde verantwoordelijkheid voelen als die jij voelt. Dat is maar één van de dingen. Het feit dat hij zijn mailtjes afsluit met hup. Continu de behoefte om door, groeien, moet beter. Het idee, en daar ben ik ook wel benieuwd naar of hij snapt wat ik hiermee zeg. Als iemand één fout maakt, staat dat in mijn hoofd bijvoorbeeld gelijk aan 1000 fouten. Als het gaat om mijn documentaires, als iemand die voor mij werkt één fout maakt, dan heb ik onmiddellijk de behoefte om alle controle terug te pakken. Ja. Ik ben heel bang. Dan ben ik bang dat het niet de kwaliteit heeft dan, of dat er nog veel meer misgaat. En dat herken ik, denk ik, in hem. Dus de overeenkomst, de herkenning gaat op een bepaalde hoogte, maar er komt ergens ook een moment dat je zegt, nou herken ik me wat minder. Nou, ik heb niet dezelfde uitingen. Nee. Van die angst. Maar bij mij uit het zich in de vorm dat ik alles terugpak. Ja. Is ook niet goed. Maar is daarmee ook gezegd dat de strategie van jouw interview is eigenlijk eerst een gezamenlijkheid en herkenning van elkaar een stuk oplopen. Ja. En dan naar de theesplitsing wandelen. Ja. Nou, mijn vraag bij hem is met name, wat is je grootste angst in het leven? Weet je, iemand die heeft bereikt wat hij heeft bereikt. Wat is je grootste angst? Is dat een grootste angst? Is dat iets wat geweest is? Heb je dat nog steeds? In hoeverre is dat een drijfveer? En in hoeverre zorgt dat ervoor dat je eigenlijk jezelf belemmert in je groei? Of is dat juist de sleutel tot groei? Het spannende natuurlijk bij jou is, zoals ieder interview op zichzelf een spanning heeft, is natuurlijk dat je ook van hiermee voor een groot deel jezelf in het interview parkeert, hè?
Nou, heel kort maar. Ik ben niet van plan om 12 minuten lang vergelijkenissen te maken. Wat mij betreft is het in de... Nou, het moet wel binnen een minuut moet het duidelijk zijn wat mijn hangertje is. En daarna moet het over hem gaan. Wanneer is het voor jou geslaagd? Wanneer zit je tevreden na 12 minuten? Als er bezinning is. Als er reflectie is. Als er... als ik op een manier het gevoel heb dat... dat we iets verder zijn gekomen in wat angst betekent voor iemand als hij. Mooi. Dank. Hoop ik. Wij zijn zover. Misha, ben jij klaar? Want jij bent de eerste. Ja. Nou, moet je even met je achter mij blijven? Ja. Hij kan af. Hij kan af. Ja. Leek gewoon alleen de lievelingsmuziek van uw dochter te zijn. Ik begrijp het. Ik leg hem hier achter even neer. U kunt, als u daar de microfoon pakt, dan ga ik met veel plezier een stapje opzij zetten. Want dan staat de eerste interview voor u klaar. Hallo. Hallo. Ik ben Misha. Hallo. Misschien denk je van grondpersoneel van KLM. Ja. Maar dit is gewoon mijn pak. Ik vind het heel leuk om je te spreken. Want ik heb je nog nooit eerder ontmoet. Je hebt dus net een boek uitgegeven. Klopt. Ja. Goed dat je het weet. Zeg ook even de titel, want dan is het allemaal gratis reclame. Ja, lijkt me interessant. Ja. Ik vind het belangrijk om te zeggen dat we elkaar nog nooit eerder hebben ontmoet. Je hebt mij nooit ontmoet, we hebben elkaar nog nooit gesproken. Ik weet niet of je een beetje kent wat mijn stijl van interviewen is. Ik ga altijd zo open mogelijk een gesprek in. Ik schrijf nooit vragen op, ik heb nooit vragen van tevoren in mijn hoofd. En ik probeer zo onbevooroordeeld mogelijk een gesprek aan te gaan. Een echt gesprek. Frank Zappa, was je aan het luisteren? Ik had verwacht, dat wordt Pergolesi. Pergolesi, ja. Had ook gekund. Had ook gekund, hè? Ja. Ik had gezegd, doe maar wat kamermuziek voor de zondagmiddag. Maar ja, dit was op zich wel leuk om dat weer een keer terug te halen. Jeugdsentiment. En ik was eventjes aan het associëren van Pergolesi, Stabat Mater, de moeder die staat. En ik sprak laatst in een interview Esther die stond, Esther van Venema, psychiater, kent. Ook schrijver. En zij stelt altijd één vraag als eerste aan haar geïnterviewde. Wie was je moeder? Wie was mijn moeder? Ja, ja, goede vraag. Ik heb mijn moeder niet goed gekend. Ik was 10 toen ze overleed. Maar dat is natuurlijk... belangrijk figuur in je leven, zal ik maar een beetje droog zeggen. Maar wie was mijn moeder? Mijn moeder was wel echt een moeder, 8 kinderen. Ze kreeg op een gegeven moment borstkanker. Wat ook wel typerend is dat ik... ik geloof dat ik 40 was toen ik hoorde dat zij borstkanker had. Want dat was ook... Ik kom uit een katholiek Brabants milieu en het woord borst, dat mag je daar niet uitspreken. Dus het woord borstkanker ook niet. Dus ze zei altijd dat ze vocht op de longen had. En vanaf mijn achtste was zij ziek en was vaak lange periodes in het ziekenhuis. Maar zij was voor mij wel iemand die, wat ik net al tegen je collega zei, ik was in dat grote gezin... zocht ik aandacht en liever negatieve aandacht dan geen aandacht. Mm. En mijn moeder kon daar heel goed mee omgaan. Die had mij enorm goed door. Dus ik was een behoorlijke treiterkop. En zij kon me altijd wel kalm krijgen met een opmerking. En ze had ook al heel vroeg in de gaten, toen ik net kon lezen, dat ik van lezen hield. Dus als ze mij... kalm wilde krijgen, sjouwden ze me mee en dan kreeg ik een boek. Op die manier Want je hield dus als kind al van negatieve aandacht. Nou, afgelopen zomer... Hield. kreeg je handen wrijven erop af. Het is een constatering. Ja. Nou ja, afgelopen zomer wil ik eventjes naartoe, want je zei al van tevoren... ja. Je vindt het vervelend als het erover gaat, maar het is ook logisch om het daar toch wel even over te hebben. Mm-hmm. Volkskrant komt met een artikel, heeft met 16... Twee artikelen, 16 oud-medewerkers gesproken van Prometheus. Wordt een boekje opengedaan over jou, mm-hmm. over jouw werkwijze. Er komt ook een essay van Ronit Palash. Wat was jouw eerste reactie?
Nou, eerst was er het essay, hè? Natuurlijk wel belangrijk. Roniet heeft een essay. Nou ja, een essay. De term is nu weer heel actueel, geloof ik. Je mag het woord niet meer gebruiken. Ja, een essay, dat volgens mij werd dat door de Volkskrant zo genoemd. Dat ontsloeg hun van de plicht, zoals ik het zag, om iets dan ook te controleren in dat stuk. Het was de aanleiding voor het onderzoek wat de Volkskrant heeft gedaan. Ja, maar nee, zij schrijft een stuk. En die krant had moeten denken, ja, wat die mevrouw beweert, klopt dat wel? En ze hebben ze niet gedaan. Nou, ze zijn met 16 oud-medewerkers gaan praten. Dat is toch iets anders. Kijk, zij beweert van alles in dat stuk dat niet klopt. Ik vind het een nalatigheid van die krant dat ze dat niet gecontroleerd hebben. Naar aanleiding van een stuk vol leugens, mag ik wel zeggen. Ze hebben gedacht, nou, er is meer aan de hand. Ja, en zoals al inmiddels hier duidelijk is, ik heb niet een opperbest reputatie. Dus ze dachten, van, daar moeten we eens meer van weten. Ja. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben met die 16 mensen gepraat. Dan komt het naar buiten. Wat was jouw eerste reactie? Want je bent van tevoren, denk ik, gepolst, hè? Van geef een weerwoord. Nee, het was, ik zat met Tessel, mijn jongste dochter, zat ik in... ik zat in Engeland en ik werd gebeld door Griet Op de Beek, een auteur van mij. En die zei, ja, ik ben net gebeld door een schrijver van jou en die wil een actie tegen jou beginnen vanwege, want er komt een stuk over jou in de krant. En zij wil dat gaan liken, want het moet maar eens afgelopen zijn met dat gedrag van die spijkers. Ja, en die Griet had zoiets van, waar ben jij mee bezig? Dus die belde mij op en die zei, wat is dit? Ik zei, nou, ik heb geen idee. En ik zei, wie is dat? Nou, dat wilde ze niet zeggen. En toen vroeg ik aan Tessel, ik zei van, wat is dit dan? Toen zei ze van, ja, je wordt gecanceld, papa. Ik zeg, gecanceld? Wat is dat? Ja, zoiets als Marco Borsato. Ja, ik moest ontzettend lachen. Ik denk, ja, wat is dit voor een flauwekul? Want je dacht flauwekul, ja, onterecht, dat ik gecanceld word. Nou ja, onterecht, ja, ik vond het, ja, ik dacht van, waar gaat dit over? Dus ik was dus zo had ik ervan gehoord. En toen ging een beetje van iedereen. Nou ja, er komt een stuk en dit en dat. En toen hoorde ik, donderdag kwam dat stuk erin, geloof ik. En toen werd ik dinsdagavond, kreeg ik dat toegestuurd. Dus zowel dat stuk, dat essay tussen aanhalingstekens en dat stuk over die 16 medewerkers. Ja, als je het echt wil weten, ik vond het kolderiek. Ik moest er. Zijn ze echt serieus hiermee bezig? Maar was het kolderiek in jouw ogen dan, omdat je dacht, dit gaat niet over mij, dit is onterecht? Nou, het ging wel over mij, het ging over Marie Spijkers. Maar kijk, het hadden 16 mensen. En, ja, nu klinkt het allemaal 16 mensen. Ze hadden van die 16 mensen gesproken, er waren er 6. Die hadden wat over mij gezegd. Nou, en het ging, ze waren dus 12 jaar teruggegaan om 6 mensen te vinden die iets slechts over mij beweerden. Ja. Ik had er wel 50 gevonden als ik een beetje mijn best gedaan had. Ja, bedoel, dus, nee, goed, maar... En het niveau van die beschuldigingen, tussen aanhalingstekens, ja, die waren voor een deel waar, voor een deel half waar, voor een deel onwaar. Er stond bijvoorbeeld in dat ik tegen iemand zei, zou ik zeggen, ben je loops? Ja, dat is echt iets wat niet in mijn hoofd om dat tegen iemand te zeggen. Dat zit niet in mijn vocabulaire. Er zaten heel veel verzonnen dingen in. Maar ik kan ook wel hard uit de hoek komen. Dus er waren ook wel dingen die klopten. Maar het was in zijn mix, vond ik het een belachelijk stuk. En ik vond de basis waarop ze dat gepubliceerd hadden, dat essay. Daar hadden ze dat. Je kijkt ook heel vies bij als je zegt essay. Nou ja, ik vind natuurlijk als iemand mij voor antisemiet uitmaakt. Ja. Hè, en iemand die de verschrikkelijkste dingen over mij beweert. Ja, dat je dan als krant niet denkt, moeten we dat niet eens even gaan controleren bij die man waar het over gaat, of het allemaal wel klopt. Maar dit punt van, is het waar, is het niet waar, laten we dat even liggen. Oké. Okay. Ik vind het vooral... Nou, nee, maar kijk, ik was er niet bij, dus ik kan dat zelf ook niet onderzoeken. Maar ik vind het vooral interessant van wat heeft het met jou gedaan? Van, je leest een stuk, er zijn aantijgingen, je herkent een deel van jezelf, herken je erin, een deel niet. Maar wat doet dat vervolgens met jou als mens? Ja, maar het was natuurlijk niet nieuw voor mij dat er zo over mij dingen gezegd werden. Dus in die zin deed het niet zoveel. Waar ik wel wat heel belangrijk voor mij was, ik ben wel meteen in actie gekomen. En wat is actie? Nou, ik heb al personeel bij elkaar geroepen en ik zei, jongens, dit komt eraan. Hè, van, ja, vervelend voor mij, ook voor jullie, wat jullie worden ook op aangesproken. Dus ik wilde er wel een gesprek over, hoe ik daarin zat. En vervolgens ben ik ook, heb ik in dat opstel gekeken van welke suggestie doet zij voor welke auteurs? Die heb ik gebeld. Ja. En dan bel je met de vraag, heb je dat gezegd? Nee, want zij beweerde bijvoorbeeld over
Marjola in februari werd Max in februari. Ze beweert natuurlijk dat ik dat, dat ik een of andere figuur ben die dat soort dingen belachelijk maakt. Nou, oh, dus dat is gewoon niet zo. Dus ik heb hem gebeld, sorry, en gezegd, ja luister, die wordt iets beweerd over wat ik over jou zou vinden. Dat is niet zo. Hè, dus op die manier probeer ik wel wat, en ik, een aantal belangrijke auteurs. Maar voelde je je af? Voelde je jezelf gecanceld? Nou, nee. Wat is gecanceld? Nou ja, gecanceld, ja, Marco Bossato, hè, dat iedereen wegloopt als ze je zien en dat je nergens meer aan het werk komt. En, maar in die zin dus niet, want er zaten geen consequenties aan. Er is één auteur opgestapt. Nou, dat is ook niet voor niks. Dus? Nou ja, dat blijkbaar iedereen wel vond dat het allemaal een overtrokken verhaal was. Dus als mensen niet opstappen, dat is dan voor jou een bewijs van, oh, het was overtrokken? Nee, dat, ja, nee, maar ik praat met mijn auteurs, ik heb contact. En dan voel ik heus wel, wat ze, die mensen vonden het gewoon allemaal flauwekul. Heb je iets veranderd aan jezelf? Sindsdien? Nou, dacht je van, nou ja, zo ben ik en ik nou, heb wat mensen gesproken. En nou, bijvoorbeeld wat in dat stuk naar voren kwam, of wat naar aanleiding van dat stuk. Wij zaten te praten met z'n allen op kantoor en toen zei iemand, ja, kijk, wij vinden het helemaal niet erg, we kennen jou wel. Dat je kunt af en toe behoorlijk verneinig uit de hoek komen. Maar als wij met een groep zitten en je hebt er eentje op de korrel, ja, dan ga je daar gewoon, terwijl dat voor die anderen ook heel onplezierig kan zijn. Weet je, heb je dat eigenlijk wel in de gaten? En wat zei dat je vond toen? Ik wel, ja, dacht, ja, dat heb ik wel in de gaten. Maar ik dacht, nou ja, als dat zo zwaar is, dan let ik wel beter op. Dus dat heb je wel veranderd? Nou ja, kijk, als er echt weer iets, denk van ja, maar wat zijn ze nu weer stom bezig? Dan ga ik niet wachten tot iedereen weg is. En, nee, er is niks veranderd. Maar niet echt, nee. En moet dat dan? Je bent heel, ja, tenminste, het beeld wat ik dan krijg van, je bent best vergevingsgezind, hè? Ja, wel en niet. Naar anderen, naar jezelf? Nou, dat zou ik mezelf niet. Zo ken ik mezelf niet. Iemand die Mein Kampf uitgeeft, iemand die Martin Bosma uitgeeft, iemand die Woody Allen uitgeeft. Daar spreekt een soort van vergevingsgezindheid uit. Nou, commercieel instinct noem ik dat. Wat vind je van? Je hebt eerder wel eens gezegd over de literaire wereld, van het is een enorme deugcultuur. Ja, daar heb ik al een pest aan. Ja? Ja? Deug jezelf. Wie kan dat van zichzelf zeggen? Nou, deug jij? Ja, ik vind van mezelf dat ik deug. Ja, ik ben katholiek, dus ik zal het niet zo snel over mezelf afroepen. Huh? Nou, we zijn allemaal zondaars. Ja? Ja. Want het is een katholieke uitgeverij, hè? Ja. Voor iedereen. Voor iedereen. Ook voor alle misstappen. Breed, ja. Voor iedereen is vergeven. In het huis van mijn vader zijn vele kamers. Hè? Dankjewel. Graag gedaan. Misha Blok, dames en heren, dankjewel. Dankjewel. Ja, hou me, wat is een beetje improviseren, maar als we hem goed voor de mond houden, gaat het helemaal goed. We kunnen u goed verstaan dan. Wij zijn klaar voor de tweede, u ook hopelijk. Hey, Mai. Hey, Joost. Jongen. Wat leuk. Ja. Zo. Bien étonné is het gevoel. Ja, inderdaad. Inderdaad, hè. Zo, man. Jij stuurt me wel eens mailtjes of ik bij jou, of ik met jou wil komen lunchen. Vanuit het idee dat ik dan bij Prometheus ga. En dat doe ik nooit, dus ik ga ook niet met je lunchen. En nu zitten we gewoon tegenover elkaar. Ja, inderdaad. Ja. Leuk. Hoop ik. Zal ik eerst vertellen waarom ik jou geweldig vind? Waarom je dit doet? Nee, waarom ik jou geweldig vind. Oh, waarom je mij geweldig vindt. Sorry, ik stond er niet goed. Ja, mag. Waarom denk je? Ja. Wil je het nou vertellen of niet? Dat toen ik heel wat jaar geleden werd ik door een 16-jarige jongen aangesproken op de Albert Kuip. Ik was een sapje aan het drinken. Ik woonde toen in de Pijp en daar werden de auto's van mijn vrienden ingeslagen. En dat gebeurde door jonge Nederlanders van Marokkaanse afkomst. En dit was zo'n jongen. En die heette, toen noemde hij zich Mohammed, hij inmiddels Manno. Geweldige verhalenverteller. Na 10 minuten dat ik met hem had gepraat, wilde ik gewoon, wanneer gaan we weer afspreken? Ik zei, je moet dit opschrijven, man. En hij doet dat, hij is er jaren mee bezig, hij heeft zich opgesloten. Dus hij is echt door hele diepe dalen gegaan. En mijn eigen uitgever, Joost Nijs van Podium, die zag het niet zitten.
Het was niet literair genoeg, hè, geloof ik. Ja, ik weet het niet wat het was. Ja. Hij zag het gewoon niet en jij zag het wel. En sindsdien is dat dus zo mooi. Nou ja, ik denk inderdaad, omdat dat is inderdaad wel grappig dat je dat noemt. Ik kijk niet naar inderdaad naar een tekst, maar ik kijk naar de persoon. Toen ik Mano ontmoette en die draai van hem zag, ja, dan weet ik wel, dit zit goed. Hoef ik niet een boek te gaan lezen. En dat is wel een fout die uitgevers dan maken. Die gaan dan zo'n manuscript lezen en die vinden dan wat. Ja, ze vinden het wel iets en dan kan het zijn dat ze niks vinden. Maar op zich is dat niet zo relevant. Je bent ook maar één mening, maar je moet naar de figuur van de schrijver kijken. Ja, je geeft een auteur uit en daarna werk je aan het boek. Dus dat vind ik echt geweldig. En ik zit net tussen, nou, ik denk, hey, die Mai, die wil ik beter begrijpen. Dus, en ik kijk altijd, als ik mensen wil begrijpen, denk ik, waar moest ze zich invechten? Dus je bent man wit hetero, een gymnasium, dus vanaf je 12 hoor je hoe slim je bent, universiteit, Nederlandse cultuur, maar waar mijn moeder Nederlands gaf en mijn vader psycholoog was bij de Rijkspsychologische Dienst. Ja, het heel andere sociale klasse. Mm-hmm. Daar heb jij je ingevochten. En dan kijk ik naar Manno, ik kijk naar Eus, ik kijk naar Gül, ik kijk naar Brusselmans, ik kijk naar Palme. Oh. Allemaal klassemigranten. Nee, dat klopt. Is dat waar de klik zit? Nou, ik voel met die mensen heb ik inderdaad een band. Ik snap het. En het zijn allemaal mensen die bij mij in de straat hadden kunnen wonen. In de fabriekstraat in Goorle. Ja. En dat, ja. Dat, en die hebben ook hetzelfde doorgemaakt. Dat je, en het ja. Ja, dat klopt wel. Dat je, want ja, het invechten, het is ook een soort van zelfsprekendheid. Hè, waarmee je, denk dat ook wel belangrijk is. Voor mij was het was voor een deel invechten, maar het was ook iets wat kon in die tijd. Oké, ja. Ik kon in 1967, kon ik op de Thomasschool waar ik zat, in Goorle. Ik was de eerste van die school die naar een lyceum ging. Ja. Maar, ik ga naar het lyceum, maar er waren natuurlijk honderden jongens in heel Nederland en 2 jaar later meisjes die diezelfde tocht konden maken. Dus het was ook de samenleving die daar ontvankelijk voor was. En op een of andere manier is met die groep iets gebeurd. En die hebben uit een allochtone groep, zoals inderdaad Eus of Mano of Hafid. Hafid ook, ja. Die zijn... Ik denk dat zij daarom jou ook zo vertrouwen. En ik denk dus dat een van de redenen dat je dat Volkskrant-artikel van jou afgleed, was dat gewoon een aantal hele belangrijke personen meteen achter jou gingen staan. Voor of achter de schermen. En toen was het weg. Ja, omdat ze wel beter wisten. Denk ik. Ja, ik denk ook een hele diepe solidariteit. Ik heb de afgelopen tijd veel mensen geïnterviewd die zich moesten invechten. Ook om te begrijpen wat ik mis ben gelopen aan levenservaring. En wat er veel valt is impostersyndroom. 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 Ja, ja. Weet je wat dat betekent? Ja. Nou, ja, wel en niet. Hè. Kijk, het is nooit of het een of het ander. En je zit, nee, maar je zit ook in een... Ja, ik voel me in heel veel situaties voel ik me echt superieur. En denk, ja, weet je, jullie hebben niks meegemaakt. Maar tegelijkertijd voel ik ook iets van een onzekerheid en een minderwaardigheid. Van dat ik voel, ja, dat is dat imposterstuk. Ja. Maar als je dat... Ik denk, als je dat alleen hebt, dan kom je ook niet ver. Je moet ook wel het idee hebben van, ik kan jullie allemaal aan. En wat ik hier zie, dat had ik al in 2 gym. Zag ik die jongetjes allemaal. Denk ik, nou, ja. Jullie weten echt niet hoe het op straat eraan toe gaat. Ja. Maar ja, ze hadden wel vioolles en ze hadden wel... Had je ook die teleurstelling die ik van veel klassemigranten hoor, dat je denkt, maar straks op de universiteit? Ja. En dan kom je daar en denk je, is dit het niveau? Precies. Ja, ja, ik wist dat al, mijn ooms en tantes waren zo. Dus. Nee, ik dacht echt, ik had zo'n... Ook zo'n idee van zo'n kasteel waar je dan zat te discussiëren de hele dag. En dan kom je in Amsterdam. Ja, je hebt maandagochtend een college en dan woensdagmiddag en vrijdag nog wat. En de rest loop je een beetje verloren rond. Dat was ook waarom ik heel snel uit die studentencultuur weg wilde. Ja. En ging werken. En zo ben ik ook in die uitgeverij terechtgekomen. Ja. En is dus wat ik dus ook zie, volgens mij is dat ook een beetje jouw persona. Weet je, de man die zich heeft ingevochten. Die het vuur van de goden heeft gestolen. En die het zich allemaal ook allemaal van zich af laat glijden. En tegelijk denk ik, je bent 100% establishment.
Dus je bent al lang niet meer die outsider. Misschien in je hoofd nog? Ja, maar dat hoort erbij. Hè. Dat kun je niet op een of andere manier... Ik heb al heel lang mijn best gedaan om dat inderdaad dat los te laten. Maar uiteindelijk is het toch beter om het te erkennen. Ja, het zit... Ik op een gegeven moment ben ik gescheiden en toen ben ik wat losgeslagen. Toen kwam ik in Cambodja terecht. En toen was ik heel gelukkig in een dorpje ergens bij de grens van Vietnam. Daar had ik een meisje ontmoet en ik zat daar. En ik voelde me helemaal... En ik dacht, waarom vind ik dit nou zo fijn? Waarom voel ik me nou hier zo ontzettend goed? Omdat ik zag die vrouwen die daar... En dat was hetzelfde als mijn moeder deed. Weet je, die zorg en alleen die zorg. En dat was heel herkenbaar. Terwijl, ja, toen dacht ik ben nou inderdaad establishment. Ik run een uitgeverij vol intellectuelen. En, je had daar niks te bewijzen. En toch vind ik dit... Dit is het. En op het moment dat ik dacht, ja, dat moet ik ook niet weglaten. Dat is ook een deel van mijzelf. Ja, want ik zou ook denken van, je bent er gewoon. En ja. je zei net ook tegen dingen van, er moet altijd weer wat veroverd worden. En, dat klinkt een beetje raar, want ik ben veel jonger dan jij, maar ik zou je zo gunnen dat je dus, dat je eigenlijk naar de soort mecenas fase gaat. Ja. Nee, dat... Nou, dankjewel. Maar ik denk niet, ja, je kunt jezelf niet zo makkelijk veranderen. Ik heb me dat ook wel, ja, dat kwam best voor dat ik dan iemand die echt gillend wegliep. En had ik dan spijt van. En dan ging ik wel achteraan en probeerde weer terug te halen. Dan probeerde ik ook wel ook mezelf wijs te maken van, ja, maar ik ben helemaal niet meer zo. Ik ben veranderd. Maar ja, ik denk dat het ook mijn rust is dat ik erken dat dat niet zo is. Ja. Kijk, als ik maar meteen zou moeten... zou die bij me passen. Ik moet opstaan en of ik sta op en dan moet er wat gebeuren. En ja, dat... Ben je niet heel benieuwd? Huh? Ben je niet heel benieuwd ook naar dat jongetje... voordat dat implantaat van die drive kwam? Nou, ik weet niet of die bestaat. Dat jongetje bestaat. Wat zou je tegen hem zeggen? Nou, doe het af en toe een beetje kalm, maar ja. Maar ja, ja. Tuurlijk. Nee, ik zeg ook altijd van, als mensen, die zie ik dan soms wel lijden onder mij. En denk, ja, degene die er toch het meeste last van heeft, dat ben ik zelf. Dat denk ik ook. Huh? Ik zit er zelf natuurlijk wel, ja. Maar ja. Ja. Tegelijkertijd zou het best wel eens kunnen zijn dat je ook toen, waar dat artikel over ging, een paar mensen echt hebt beschadigd. Nee, dat neem ik direct aan, ja. Dat gebeurt in het leven. Dat is... En is dat dan zo van, het kwam overkwam mij, dan moeten anderen maar ook maar niet zeuren? Nee, het blijft natuurlijk, als dat echt zo is, is dat pijnlijk. Maar een leven zonder pijn bestaat niet. Dat is, ik heb ook geïncasseerd. Niet zo tit voor tet of quid pro quo, maar... Ja, maar als het vermijdbaar is? Wat zei je? Als het vermijdbaar is, moet je... Nee, ik probeer ook altijd... Kijk, ik sta niet 's ochtends de handen wrijvend op. Zal ik vandaag weer eens even een kopje kleiner maken? Zo, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, als het maar dan... Je bent... Ja, ik wil graag uitgeverij, dat het goed gaat, dat ik succes heb, dat het... En dat moet allemaal snel en ongeduldig. En ja, daar vallen... Ja, daar vallen spaanders. Dat is zeker zo. Ik denk op een gegeven moment was ik klaar met mijn uitgeverij. Ik dacht, ik ga naar een nieuwe. Toen heb ik zo'n soort roadshow gehouden. Ben ik ook met jou langs geweest, samen met mijn Britse agent, die ook jou al heel lang kende en heel erg om jou moest lachen, omdat je een heel duur pak zat. En toen dacht ik ook, wat heb ik nou nodig in een uitgever? En ik dacht, het is niet iemand die mij zozeer commercieel succes brengt. Maar ik heb iemand nodig die dus mij ook artistiek en eigenlijk emotioneel psychologisch eigenlijk naar plekken brengt waar ik nog niet ben. En toen dacht ik, ja, dat is mij dus niet. Nou, weet je wat Mano zei toen ik hem vroeg? Of ik zei, waarom wil die Joris niet bij mij? Ik zei, vraag eens aan Joris, wat, waarom wil die niet? En jij zou geantwoord hebben, ik weet niet of het waar is, 2 hanen in een hok, dat werkt niet. Ja, misschien wil ik dan zelf wel, als dat zo zou zijn, zelf geen haan meer zijn. En zoek ik dus naar iemand. Citeer hem, hè? Ja, ja. Ja, dat dan zit ik in diezelfde situatie als dat soort essay. Want ik eindigde dus bij Tilly Hermans, die denk ik de beste uitgever is van de afgelopen 50 jaar. Van wie bijna niemand heeft gehoord. En die,
die vol inzet op die artistieke groei. Ja, maar dat is natuurlijk geen uitgever. Een uitgever is een ondernemer. Een uitgever die investeert, die distribueert, die spreidt naar een markt en die heeft inderdaad bepaalde functies nodig. Zoals iemand die zo'n tekst zo goed mogelijk maakt. Maar dat beschouw ik niet als uitgever. Dat vind ik Tilly is een hartstikke goede redacteur. Een heel betrokken redacteur. Gaat tot het gaatje. Maar nee, uitgever is echt iets anders. Ja. QED. Jij mag niks meer zeggen. Wat kans dat hij nog reageert? Huh? Nee, hè? Volgens mij niet. Joris Luijendijk, dames en heren. Dank je wel. Meneer Spijkers, over de helft nog één te gaan. De laatste. Dag meneer Spijkers. Hallo. Saar, aangenaam. Hoi. U heeft denk ik geen idee wie ik ben, hè? Je hebt het TV-programma. Oh, nou, ik ben documentairemaker. Ja. Maar meer dan dat misschien. Ik ben iemand die denk ik best wel op u lijkt. Ik heb me ingelezen. Ik heb eergisteravond, heb ik nog tot 3:00 s'nachts van alles zitten opzoeken. Over mensen die tweelingen zijn. Mensen die uit een groot gezin komen. Ik ben ergens heel erg benieuwd naar. Kent u het gevoel op het moment dat iemand die voor u werkt een fout maakt, dat het helemaal benauwd wordt en dat u denkt één fout staat gelijk aan 1000 fouten. Wat is er nog meer fout? Nee. Oh, dat is jammer. Maar kom je uit een groot gezin? Nee. Oh, nou, we lijken op elkaar, zei je, maar waarin lijken we op elkaar? Het gevoel onthecht. Het gevoel dat je identiteit is wat je doet. Mm-hmm. Het gevoel gezien te willen worden. Klopt wel. Maar ook denk ik met name, ik las over ons het stukje bij Prometheus. En toen dacht ik, maar dat bent u. U bent de uitgeverij. Mm-hmm. Dus op het moment dat datgene wat je doet, dat is wie je bent, dan wordt het ineens heel persoonlijk. Oh. En dan snap ik ook dat op het moment dat er dingen gebeuren op de werk, als iets fout gaat, of dan begrijp ik ook dat het ineens veel groter is dan een fout of even iets dat niet goed gaat. Dan is het belemmering van de groei van wie je zelf bent. Ja. Ja, zou kunnen. Ik weet dat. Ik zie het iets prozaïser. Namelijk? Het is een going concern, een uitgeverij. Er gebeurt van alles op allerlei niveaus. Het zijn als het ware een man die al zo'n goochelaar die allemaal bordjes huidje laat draaien en dan al die bordjes. En dan gaat er eentje begint weer te winnen. Dan moet hij weer zo heel de tijd op en neer lopen. Ja, en als je dan een assistent hebt die voortdurend net laat komt, dan denk je, ja, hallo. Beter opletten. Maar het is wel zo dat, ja, die uitgeverij, dat is wel een heel belangrijk deel van mijn identiteit, absoluut. Eigenlijk was dit nog niet eens mijn vraag. Mijn vraag is, wat is je grootste angst in het leven? Dat ik een ziekte krijg, waardoor ik niet meer kan functioneren en waar ik niet meer kan zorgen voor de mensen waar ik verantwoordelijk voor ben. Met name dan mijn kinderen, een care die daar zit. Dat is mijn grootste angst. Heeft u nog meer angsten? Nee, dat is wel mijn gezondheid. Nee, verder geloof ik niet dat ik echt dat ik ergens echt bang voor ben. Ja, bang. Nou ja, uit een vliegtuig springen zou ik ook niet meteen zonder parachute. Nee, maar niet. Ik heb niet gezien worden. Wat zei je? Niet gezien worden. Het niet hebben gemaakt. Geen succes hebben. Ja, maar dat heb ik. Dus dat is niet meer een angst die ik heb. Maar was dat een grote angst? Ja, tuurlijk. Ja. Hoe voelde dat? Wat was dat? Ja, dan toch een drang om te onderscheiden. En dat begint inderdaad, denk ik wel, psychologie van de koude grond. Van in zo'n gezin. Dat is waar. Dat je denkt, ja, ik wil wel
ik wil wel gehoor, ik wil wel weten dat wie ik ben en of dat ze weten wie ik ben. Denk ik. Waarom eigenlijk? Wat? Waarom? Ja, waarom? Waarom willen mensen dan? Ja. Dat is de vraag. Ik denk karakter. Het is toch een drang om een dus een karaktertrek dat je dat wil. Ik denk heel boers van mij en zoals ze dat niet hebben. Ik heb dat. Ja, waarom? Dat is genen. Misschien zit hier nog. Dan zit een deskundige. Misschien kun je het hem vragen. Misschien kan hij er wat iets zinnigers over zeggen. Maar ja. Is die angst weg? Ja. Want als er dan nog iedere dag iets veroverd moet worden, hè? Ja. Waarom moet er dan nu nog veroverd worden? Ja, je zou dat ook in die context kunnen zien. Maar kijk, ik kan me niet voorstellen dat ik een uitgeverij run die niet poogt succesvol te zijn. Ja, dat is ook, kijk, het is een dienstbaar beroep, dus je doet het voor anderen. Ja, die anderen willen, hè, zelfs een dichter die 100 exemplaren verkoopt, wil liever 200 exemplaren verkopen. Ja, dus er zit altijd wel een drive van beter. Ja, en ik voel wel die opdracht dat ik dat moet doen. En op het moment dat ik ga zeggen, nou, ik vind het wel mooi zo. Ja, waarom zouden die mensen nog hun spullen aan mij toevertrouwen? Ik weet niet of iedereen dit heeft. Wat? Nee, ik denk niet dat iedereen dat heeft. Ik denk zelfs niet dat mensen die een uitgeverij hebben of iedere ondernemer dit per se heeft. Het is natuurlijk... maar dat boeit mij niet. Kijk, het is natuurlijk wel wat ik, zoals ik het wil, zoals ik het zie. Ja, ik denk van een ondernemer die dat niet heeft, ja, ik vind knip voor zijn neus waard. In hoeverre is de angst om niet het te zijn, hetgeen geweest wat u succes heeft gebracht? In deze hoogte. In hoeverre is die angst? In hoeverre was dit de drive? Was dit nodig? Was dit de basis van zo ver komen in het leven? Dat weet ik niet. Dat kun je natuurlijk nooit... Kijk, het leven is ook een aaneenschakeling van toevalligheden. Dus dat... Ja, je kunt dat niet... Je kunt niet zeggen van... Ja, was dit het nou? Nee, misschien was het wel te weinig. Gelooft u dat echt? Ja. Eenschakeling van toevalligheden? Hangt aan elkaar van toeval. Ja, dat geloof ik wel. En van geluk hebben, pech hebben. Ja, ik bedoel, die hele discussie die nu speelt over die meritocratie. Ja, ik ben het er wel mee eens. Dat is zo. Kijk, je moet wel streven. Maar het feit hoe het loopt, dan ben je zo toch... Het feit dat je in Nederland geboren bent en dat je inderdaad... Zoals ik die studie kon doen en dat ik die kans kreeg in die uitgeverij. Ik heb die kans ook gepakt. Maar ja, Piet Borst had nog een leuke column. Ik weet niet of jullie die gezien hebben in de NRC gisteren. Hè, waar die ook, ja, die zegt van ja, het is allemaal. Die man is een hele beroemde oncoloog. Dik in de 80. Ja, ik heb alleen maar geluk gehad in mijn leven. Ik geloof dat niet. Nee, ja, ik geloof dat geluk een onderdeel is. Maar ik geloof dat drive, doen, consequent zijn... Ja, maar waarom heb je drive? Dat is natuurlijk ook een genetische constellatie. Mm-hmm. Maar ik denk dat angst een groot gedeelte kan zijn van drive. En dat hoeft niet erg te zijn. Nee. Ik vind dat iets... het is bijna een natuurlijk proces wat er iedere keer speelt. Mm. Ik denk dat succes willen hebben voor het succes hebben... Daar geloof ik niet in. Ik denk dat mensen die zoveel succes hebben, dat daar een drive achter zit waar ze niet omheen kunnen. Jawel, maar je poneert het wel heel erg. Ja, het succes om het succes. Ja, ik geloof dat ik iets inhoudelijks doe. Mm-hmm. Ik wil mooie boeken maken. Ik wil belangrijke geesten, originele geesten, wil ik een podium geven. Dat is wat ik doe. En ja, dat succesvol is, ja, daar streef je naar. Maar ja, dat is iets anders toch dan ik wil succes om het succes. Dat bedoel ik. Boeit me ook niet zo. Daar geloof ik ook dus niet in. Ik geloof dat er een drive zit, een reden is waarom
Iemand die heel erg succesvol is, tot de uurtjes doorwerkt in de nacht, wat andere mensen niet doen. Ik werk niet zoveel, hoor. Dat is een misverstand. Vroeger ook niet? Nee. Nou, ik ben toch meer iemand die probeert op een functionele manier met zijn tijd om te gaan. En zeker nu in deze periode van mijn leven. Ja, ik heb niet het gevoel dat ik nou heel hard werk. U heeft wel hard gewerkt. Ja. En slim geweest. Ja, slim geweest, ja. Ja, slimheid is ook iets wat je gegeven is. Hè? Ik bedoel, dat is niet iets wat je denkt van dat heb ik zelf gedaan. Ja, je hebt een IQ, ja, dat zit in je hersens. De ene heeft het niet, de andere heeft het wel. Dat is niet iets wat je zelf kunt zeggen, nou, kijk mij eens. Mensen hebben het wel eens, die zeggen, gek en geniaal, ze liggen dicht bij elkaar. Ja, weet ik. Wat vindt u daarvan? Nou, er zit veel waarheid in. Ja? Dun wandje. Op welke manier? Ja, op welke manier dat... Ja. Kijk, ja, ik ben geen psychiater, dus hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar ja, ik denk wel dat bepaald soort van... Het heeft met extreme te maken, denk ik. Dat je in iets in het extreme doen, dat dicht bij elkaar kan komen. En dat je kunt, dat het kan... Maar ja, misschien lul ik ook maar wat. Hè? Geeft niet. Vertel gerust. Nee, ik heb daar niet zoveel... Ik weet dat gezegd wordt. Dat genialiteit en waanzin dat er dicht bij elkaar zit. En dat het ook... Ja, Nietzsche is daar natuurlijk een heel beroemd voorbeeld van. Ja, dat zo is. Maar ja, dat weten we. Maar hoe dat nou precies in die hersenen werkt, dat moet je iemand anders zijn die dat... Kunnen we dat over u zeggen? Dat ik een geniale dwaas ben? Ja, bijvoorbeeld. Oké. Okay. Ja, ik zou niet even... Geniale spreekt wel aan, denk ik, toch? Huh? Nee, dat dwazen ook wel. Mm. Dus ja? Ja. Je moet jezelf ook niet al te serieus nemen. Nou, doet u nu ook niet, hoor. En wat is dan de gekte in u? Want de genialiteit kennen we. Ja. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat... Ja, ik weet niet of het nou gekte is, maar het is meer het ontregelende. Is het lastig hier antwoord op geven? Ja, wat moet je ervan zeggen? Ik heb het allemaal eens... Ik heb internet afgestroopt op grote gezinnen en tweelingen. En als ik dan naar jou kijk, dan... Denk, ja, het is een beetje hij heeft iets van een genie en ook van een krankzinnige. Ja, dat kan. Dat is jouw interpretatie. Maar kunt u geen gevaar voor mijn omgeving, geloof ik. Althans hoop ik. Ik had niet eens op de tijd gelet. Geef een warm applaus, dankjewel. Kom mee, alle twee. Dan ga ik u vragen om die te zitten. Jij, Sahar, op yes. Die. Ik zat zo te schrijven dat ik niet eens door had dat de tijd gewoon... Hoe is het met u? Put toch uit, hè? Ja. Ik zat te schrijven omdat er rolden zoveel citaten rolden langs. We gaan ze allemaal even langslopen, hoor. En hoe heeft u het ervaren? Laten we eerst even de grote gemene deler op tafel leggen. In de microfoon, als het even kan. Nou, ik vond het niet onplezierig. Die aandacht. Ja. Doet de mens goed. Ja, ja. Er gebeurde eigenlijk een heleboel, vond ik. Is zo? Ja. Ook waar het even moeilijk was. Hè, want soms probeer je natuurlijk een wandelingetje met u te maken. Dat u dacht, nou, een soort stijgerend paard voor een moeilijk hindernis. Kijk eerst even hoe dat paardje wandelt voordat ik überhaupt iets meega. We hebben de relativeringsmethode in optima forma gezien. We hebben een lichte reflectie op onszelf gezien. Met de nadruk op heel licht. Ja, ik zit even, het moet nog een beetje indalen. Michel, ik begin even bij jou even. Vond ik meteen aardig dat je zei, dat je dacht, het grondpersoneel van de KLM. wat daar opviel is, even toch, ik zei het van tevoren even, hè, qua lichaamstaal. Dus, u heeft eigenlijk alle drie de interviews in exact dezelfde pose, namelijk zo
ondergaan. Okay. En de interviewers met Misha die ging naar voren toe. Ik heb hier deze gezien maken en beweeg, maar onverstoorbaar bleef u zitten. Nou even de vraag. Ik was gehandicapt. Waar het natuurlijk spannend werd, is dat hij meteen iets heel flauws deed. Hij ging namelijk over de forum, over het essay. Ja. Dat was het moment voor jou dat je wist, hij gaat niet zomaar met me opwandelen vandaag. Nee, je bleef natuurlijk heel lang hangen in eigenlijk de hele procedure eromheen. En dat vond ik het minst interessante deel eigenlijk. Ja. Want ik wilde er heel graag naartoe van, wat doet het dan met je? Ja. En dat duurde wel eventjes voordat ik je daar had. Ja, die procedure is wel relevant. Ja, maar ik vond het niet zo interessant. Nee, maar ze moeten het maar eens over jou in de krant doen. Terwijl je denkt van, wat is het voor ongein? Ja. Dan ga je toch ook, dan denk je toch ook, ja nee, ik ga eens even dieper op de materie in. Denk, welke gek heeft dit stuk goedgekeurd? Ja. Huh? Nee, dus, hoe werkt dat? Het is op zich natuurlijk interessant als natuurlijk de interview op zoek gaat naar enige vorm van reflectie en effect op u. En we hebben uiteindelijk gehoord, de kwalificatie een stuk vol leugens, kolderiek, en dan vergeet ik er nog een paar. En de grap met de canceling parallel met Marco Borsato. Dus we kunnen niet stellen dat er van enige reflectie in dit gesprek sprake is geweest, toch? Nee, ja, wel van... het leek eventjes dat je zei van ja, ik heb wel wat dingetjes aangepast, maar na doorvragen bleek toch eigenlijk van niet. Nee. Ja. U zei letterlijk, ben niet veranderd. Ja, maar dat is toch een beetje een merkwaardige manier van zeggen dat meneer reflecteert niet. Ik reflecteer wel degelijk, alleen niet op de manier die jij misschien wil horen. Of jij, dat is iets heel anders. Nee. Nou, wat ik bedoel eigenlijk ermee te zeggen, dan moet ik het even wat context geven. Je zou kunnen zeggen, vanuit uw perspectief, dat u zegt, goh, ik vind dat onredelijk of dat klopte niet, ze hadden moeten bellen. Dat kan ik echt, echt allemaal voelen. Ja. Je zou ook kunnen denken tegelijkertijd, als je al die piketpaaltjes die u niet onterecht vindt even uit de weg slaat, dan blijft er volgens mij nog steeds iets over van je. Maar in theorie zou kunnen zeggen, daar denk ik eens over na, daar doe ik wat mee in mijn hoofd. En u zei letterlijk, ik ben eigenlijk niks veranderd. Nee, dat klopt. Nee, maar goed, jij vroeg straks van wat vond je nou leuke interviews voordat. Toen bedacht ik in één keer dat Martin Bril heeft mij ooit geportretteerd. En daar stond zeg maar in de lead van, hij heeft een beroerde reputatie, maar het gaat hem goed. En dat was in 1992. Ja, dus het heeft altijd al een beetje rondgezongen van, en ook dat je zei, ja, niemand wilde jou interviewen. En dus dat is niet. Het is niet zo dat nou hier enorme nieuwe feiten naar boven kwamen van, god, we hebben altijd gedacht dat het een super aardige jongen was en het blijkt een enorme klerenleider te zijn. Ja. Dat is hier niet aan de orde. Nee. Ik kan me wel herinneren dat toen ik met Prometheus begon, misschien ook nog wel een leuke anekdote in dit verband, toen, wij waren met z'n tweeën. We hadden enorme ambitie om heel veel boeken uit te geven. Dus dat was het idee, we gaan stagiaires ronselen. En toen op een gegeven moment, na een half jaar, we hingen overal briefjes op in de universiteit. En toen had mijn toevallige vriendin, laat mijn vrouw geworden is, die zei, ja, bij ons hing er bij Nederlandstiek hing ook zo'n kaartje. En had iemand met lipstick niet doen opgesteld. Ja, dat was in 89. Dus het is altijd wel een in de zin van, ja, ik kan wel blijven reflecteren, maar het ziet natuurlijk niet op. Nou, dit was meer de vraag eigenlijk bij het begin van reflecteren in plaats van blijven. Maar even, er zat een hele mooie lijn in wat doorgetrokken werd naar jouw stuk. Want dit gaat natuurlijk over het imago, waar je voor een deel zegt, ik omarm het maar, want het bestaat al heel lang. Maar het leuke vond ik, was Joris, bij jou was, daar komt op een gegeven moment het punt dat jij het uitlegt met Mamu. Dus dat hij dat heel snel door had. En het leuke is om u te zien, ik kon het op tv zien, hij bewierookt u, want hij zei, ik heb begin met het aardige gedeelte, en dan gaat hij die anekdote. U moet het echt terugkijken naar, uw gezicht gaat open, het glimlacht, de trots wordt maximaal geïncasseerd. En terecht, ik dacht alleen op dat moment wel even, dacht ik, oké. Dus die reflectie heb ik wel. Die omarmt u maximaal, en die andere is niks nieuws, carry on, niks aan de hand. Het zijn twee kanten van hetzelfde muntje, toch? Ja, dat zeg jij. Maar dan, dat leg ik aan u voor. Nou, ik vond dat. Maar misschien zijn we dan in de evaluatie aan. Daar zijn we inmiddels zitten vol in. Nee, ik vond dat gesprek met Joris vond ik echt leuk. Dat vond ik echt een. Ik wil de anderen niet daarmee disqualificeren. Maar ik vind het ook leuk dat jij dat doet, Joris. Want er is, wij, 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 ja,
is ook wel tussen ons iets antagonistisch van, ja, denk ik al, of althans een soort vrevel bij mij van, waarom komt hij niet bij mij, weet je wel, want dan kan ik dan toch moeilijk zitten. Nou, dat je dit doet. En ik vind, ja, dat je ook, ja, de goede vraag en dat je ook echt, ja, dat hele element van de klassemigratie, het superieur en inferieur voelen, dat je dat, ja, dat vond ik heel, dat je even toch in 10 minuten dat even bij, wist te pakken. Ja, dat vond ik, dat was ik wel van onder indruk. Is het ook een man-vrouw ding? Wat zei je? Is het ook een, speelt ja, zou een kunnen. Gender effect, dat is wel echt treffend. Ik bedoel, de manier waarop je ook met Martijn zit is echt zo anders dan met jullie twee. Ja. Ik wacht binnenkort een afspraak voor een lunch. Maar hoe dan? Maar zag je dat zelf ook niet? Ja, nou, kijk, ik, met dat laatste interview, ik wist niet goed wat ik daarmee aan moest. Dat klopt wel. Dat denk ik, ja, dat, wat, echt, wat moet ik hiermee? Wat wil zij? Ja, ja, en jij probeert ook, ja, kijk, het is toch ook een beetje de manier waarop iemand, Micha, die stelt die vraag, ja, die wil toch eigenlijk iets van mij horen waar ik geen zin heb om dat te zeggen. En dan, ja, als je dat werkt bij mij niet. Dus dan denk ik, ja, wat wil maar je nu nou? Even de proef van de pudding. Zijn ervoor dat het interview van Micha, dus met die vraag, door Joris was afgenomen? Nou, dat had geen verschil gemaakt. Want dan blijft u bij het punt, de dingen die ik niet wil zeggen, ga ik sowieso niet zeggen. Nou ja, ja nee, het gaat meer om van dat iets van mij verwacht wordt wat ik niet kan. Kijk, als je zegt, ja, je zit met zo'n grijns. Kijk, ben ik weggegaan uit uitgeverij, was ik groepsdirecteur bij PCM, was ik bestuurder. Had ik 500 mensen onder me en ik moest rapporteren aan de raad van bestuur van PCM. En toen, dat mislukte volkomen, ik vond het totaal oninteressant wat daar gebeurde. En zei ze ook, ja, jouw probleem is dat je ziet aan jou meteen wat je denkt. Ja. Snap je? Dus je moet ook in een soort, ja, dus dat. Maar het punt wat Joris maakte, buitengewoon warm verpakt, ik gun jou een mecenasrol, zei hij. Ja. Toen begon hij weer te glunderen. Maar het grappige is, dat gaat in feite over hetzelfde. Want hij beschreef in het gesprek die grote tocht naar boven. Ja. Is het niet eens tijd voor reflectie en een nieuwe rol voor je? Dat is in feite gaat het om eenzelfde reflectie, weer die andere kant van die medaille. Ja, ik vind het toch Ik vind het toch interessant om te zeggen van, nou ja, ik heb geen zin om mecenas. Ik ben, voor zover ik dat kan proberen, doe ik dat wel. Maar ik kan niet een soort functie krijgen die anders is dan ik hem nu heb. En als Micha die gesteld had, was ik er ook serieus op ingegaan. Ik denk niet dat, ja, ik denk niet dat het zo is van dat ik met man-vrouw daar een verschil in heb. Maar ja, blijkbaar zien jullie dat ook zelf anders. Joris, liep het vanuit jou zoals jij gedacht dat het zou lopen? Waar? Ja, ik dacht wel van, ik heb dit al heel lang niet meer gedaan, zo kort, echt kort op de baan. Ik doe of interviews lang met mensen die helemaal niet in de media zitten, en, of lange baan. Ik vond het mooiste moment, denk ik, Cambodja. Ja. Daar had ik graag nog 3 minuten gehad. En ik had heel graag van je willen horen hoe het daar was. Mm-hmm. Want ik denk dat daar even het raam open ging. Nou ja, het raam open in de zin dat ik, kijk, je kunt je hele leven naar iets streven. Hè? Ik ben op mijn 15e weggelopen thuis. Ben ik in een pleeggezin terechtgekomen, ben naar Amsterdam gegaan. Ik ben natuurlijk altijd maar streven. En dan ben je op een gegeven moment, ben je midden 50 en dan kom je daar ergens terecht. En denk je, ja, maar hier voel ik iets bij wat me, waarom geeft me dit zoveel rust, waarom geeft me dit zoveel voldoening en waarom heb ik iets altijd onderdrukt, omhelzen, voelen dat dat ook onderdeel van mij is, ja, dat heeft me wel heel veel gebracht, dat ik dat niet altijd maar weg probeer te duwen, maar dat het ook een deel van mij is, dat je kunt niet, als zo zeggen, klassemigrant. Maar ja, je blijft toch altijd ook onderdeel van waar je vandaan komt. Maar ik zou je zo gunnen dat je dus wat je in Cambodja had, hier zou krijgen. Ja, dat heb ik ook. Maar in Cambodja hoefde je dus niks te zijn. Huh? In Cambodja hoefde je niks te zijn. Volgens mij dat is wat ik je hoor zeggen. Nou, moet je ook wel wat zijn op een andere manier. Maar dat natuurlijk, nee, dan moet je wel wat zijn. Maar het is meer de omgeving. Hè, wat je zei over de Afid of Mano of Eus.
Dat zou buurjongens van mij geweest kunnen zijn in de Fabriekstraat. Gewoon die herkent dat ik of Peter Klasse of schilders die ik mee. Gewoon wel veel meer mensen uit een artistieke, intellectuele milieu in Amsterdam. Waar je toch ja, je, van allerlei kanten, maar dat je dat als mensen ook een soort iets elementairs voelt. Ja, wat je bij anderen niet hebt. En dat dat altijd toch aan je, dat je dat niet weg kunt. Je kunt dat niet wegstoppen. Terwijl je dat wel altijd toch op een of andere manier geconditioneerd wordt om dat te doen. Want je gaat naar die school, je neemt afscheid. En nou ja, ik denk wel dat ik wat dat betreft een harmonieus bestaan heb. Ik wil naar het derde interview. Ik kom bij jou uit. Ja, hij gaf net aan dat hij het ongemakkelijk vond. Hoe heb jij het ervaren? Ook zo, denk ik. Ja. Ik had denk ik veel meer... Kijk, het is gewoon bloedinteressant wie de persoon is achter zoveel succes of achter zoiets bereiken in het leven. Laten we het woord succes even wegnemen, zoiets wat zoveel impact heeft gehad. De persoon daarachter, zijn karakter, waardoor die dingen doet die hij doet, dat is ongelooflijk interessant. En daar wilde ik naartoe. En zelfs tot op het einde had ik het gevoel, mocht ik er niet in. Nou, jij vraagt hem van, het ging over angst voortdurend. Ja. Waar ben je nou? Ja. Waar ben je nou bang voor? Ja, wat ik zag. Ja, oké, als je denkt, ik ben nieuwsgierig naar wat erachter zit, maar ja, als dat voor mij is dan angst niet. Ja, dat is niet echt een doorslaggevende. Ik bedoel, angst speelt altijd een rol. Bang zijn, denken van en angst overwinnen. Natuurlijk ook altijd maar weer dingen waar je bang voor bent op afgaan en die daar overheen. Maar ja, of dat nou een essentie is, vraag ik me af. En omdat je daar zo op doorging, was het... Ja, op een gegeven moment wist ik niet meer hoe ik Ik ben eigenlijk uitgegaan van de theorie dat als je... Eventjes hadden we een soort van consensus, hè, over het feit dat je identiteit wil hebben. Hè, dat je als je uit zo'n gezin komt of onderdeel van een tweeling bent. Maar dan is het niet hebben van een eigen identiteit, het niet jezelf bewijzen, is een angst. Het is een drijfveer. Het is, ik ben zo bang om niet, ook al voel je dat niet altijd even bewust. Ja, dat vind jij. Ja, daar ging ik vanuit. Ja, nee, maar daar was ik benieuwd naar. Ja, ja, maar ik herken dat niet, dat het zeker een element is. Ja. Maar dat je puur door angst gedreven tot succes, dat ik tot succes gekomen ben, laat ik het op mezelf betrekken, omdat ik eigenlijk bang was. Voor wat dan ook. Maar is het natuurlijk, dat is ook even als rode draad ook even. Het interessante is even, dat is ook de bedoeling van dit programma, is natuurlijk. Het is ook soms ook de vraag of je met een interview een wandeling wil maken, ook al voel je in eerste instantie niks bij. En dan is natuurlijk de vraag, gun je dat of wil je dat? Je kan ook tegen zeggen, in eerste instantie voel ik helemaal niks bij dat thema, want angst is er wel, maar niet zo'n grote rol. Maar dat je zegt, ik wandel toch eens een stukje mee om te kijken waar we misschien al verkennend uitkomen. U doet heel, en dat is u goed recht, want er zijn er twee in deze dans. U heeft een aantal mechanismes, of met de wenkbrauwen, ik weet niet helemaal waar je naartoe gaat, of jezelf helemaal relativeren, of uiteindelijk zijn we allemaal zondaars. Hè? Er zitten een paar van die wegdraaibewegingen in de gereedschapskist. Ik vond een zin, en ik zat te schrijven, maar ik weet niet met welk interview er kwam. Die vond ik zo fascinerend. Ja, er lijden mensen onder mij, maar ik lijd zelf het meest. Die moest ik even me laten indalen. Nee. Begrijpt u dat? Of vindt u het een hele normale zin? Nou ja, voor mij is het normaal dat dat zo. Ja, ik kan ook wel dat je emotioneel wordt of boos en dat je. Ja, dat is ook vaak heel veel dat je denkt: verdomme, iemand verdient dat niet om zo aan te pakken. Ik kan me echt heel naar over voelen. Dus dat. En dan moet ik er ook wat mee, want ik kan het ook niet laten. Dus dan moet je terug en dan moet je toch naar Canossa, zal ik maar zeggen. En van nou, sorry en niet zo. Ja, en dat is ook, dat werkt ook goed, dat is ook bevrijdend. Maar dat je voortdurend jezelf in situaties manoeuvreert, ongewild, want daar gaat het om. Kijk, het is. Af en toe komt er een soort. Uit die beelden komt iets naar voren van. Ja, dat is iemand die springt op zijn fiets 's ochtends en die denkt onderweg: wie zal ik vandaag nou eens even weer gaan aanpakken? Dus dat een soort van. Een soort sadist ben, die daar behagen in schept. Ja, en dat is gewoon niet zo.
Nee, maar dat is ook, dat begrijp ik wat u nu zegt. Maar je kan natuurlijk ook, als je zo'n gesprek alle de knop maximaal uitdraait. Dus dat je zegt, iemand op de fiets die elke dag bedenkt wie die gaat schofferen. Ja, dan zijn we snel met elkaar eens. Maar je kan het knopje ook ietsje terugdraaien en zeggen, goh, als er toch best wel veel mensen lijden of last hebben van mijn gedraging, heb ik het dus niet over elke dag een heel arsenaal onder ze boven kieperen. Dat geeft misschien wel ruimte om te zeggen, hey, is dat wel goed gegaan? Had ik dat misschien met terugwerkende kracht anders moeten? Begrijpt u? Dus als je dit heel extreem maakt, nou, er wordt een beeld van mij geschetst of ik elke dag iedereen loopt te schofferen. Ja, allemaal de koekoek dat je dat niet omarmt. Maar als je de knop ietsje terugdraait, geeft het misschien wat ruimte. Jawel, maar dat was, ja, klopt, ben ik met je eens. Maar dat beeld was anders. Zeker. Ja, dat is gewoon. Maar mijn punt is dus, u had dus twee dingen kunnen doen. Dat fascineert mij nog, het is allemaal goed recht. Kijk, je kan zeggen, het staan fouten in, ze hebben geen navraag gedaan, ik parkeer het. Je kan ook zeggen, ondanks dat dit niet klopt, daar geen navraag, geen hoor en wederhoor gedaan is, zitten er toch een aantal elementen in. Ook al vind ik het hele porté bevalt me niet en vind ik het allemaal onterecht. Maar er zitten een aantal elementen in waarvan ik denk, hey, moet ik misschien wat mee? Even los van welke mate. Maar naar wie? Voor uzelf, voor uw werknemers, ik maak mij niet uit. Ja, maar goed, dat is buiten het kader van een interview of in de openbaarheid of wat meer doen. Of in die krant was ook heel verbaasd dat ik op die manier totaal niet reageerde. Ja. Want dat wil natuurlijk dat je reageert. Tuurlijk. Ja. Pagina groot. Ja, maar, ja. Ja, natuurlijk geen zin in. Ja. Vuur is lucht. Hè? Dus waarom zou ik? Ja. Nou, waarom? Om bijvoorbeeld zeggen, het totaalbeeld klopt om die en die reden niet, maar er zitten een aantal elementen mee waar ik toch mee aan de slag ga. En dat vond ik interessant aan het interview met Joris, is dat je eigenlijk zegt, die drijfveren en de manier van hard werk. Ja, het is een beetje flauw om te zeggen, want het is een ander verhaal. Maar je zou bijna kunnen zeggen, uw verloop onder redacteuren was bijna parallel en die van de wereld draait door. Oh. Nee, maar dus, er zijn op een gegeven moment een paar signalen dat je zegt, even los van hoe dat precies, of dat allemaal mijn schuld is, of dat met elkaar, daar zou je iets mee kunnen doen. Ja, maar heeft hij wel gezegd, hè? Ik bedoel, je hebt wel gezegd van, ik heb erover nagedacht. En je hebt mensen bij elkaar geroepen, maar vervolgens heb je eigenlijk verder niks gewijzigd. Dus je hebt er wel op gereageerd. Zeker? Ja, nou ja, goed. Die opmerking van jou, de wereld draait door, die slaat natuurlijk helemaal nergens op. Kijk, ik heb 4 redacteuren. Er zijn er 2 van die werken al meer dan 20 jaar bij mij. En die anderen zijn net een. Dus dat zijn ook wel weer van die beelden, weet je wel. Parallel, ja. Laat ik het dan. De parallel is dan. Je zit toch weer in een soort. Dan zou je kunnen zeggen dat er dus wat de retoriek was. Dan, er wordt dan Champions League gespeeld. En als je. Er vallen Spaanders, heb ik ook 3 keer vandaag aan deze kant van het scherm gehoord. De parallel is dat als er dus zo hard en heftig gewerkt wordt. Als je dan zegt er vallen Spaanders, dan is op een gegeven moment de vraag alsof je geen succes zou kunnen boeken met andere omgangsvormen en manier van leiding geven. Oh. Die parallel zocht ik. Ja, ja. Nee, maar dat ik vind ook helemaal de manier waarop Van Nieuwkerk is afgeserveerd, ben ik ook totaal niet meer eens. Nee, dat verbaast me ook niet. Oh. Nee, maar ik vind dit niks gaat vanzelf. Het is een illusie om te denken dat als je allemaal een beetje in een buurthuis thee gaat drinken, dat er dan van alles gebeurt. Dat is gewoon niet zo. Ja, dat spijt me, maar dat weet ik uit ervaring. En toch, ja. En dat maakt het leven ook mooi. Dat geeft hoogte- en dieptepunten. En dat wordt nu allemaal toch veel te veel een soort deken overheen gelegd. Van Kijk, angstcultuur. Ik weet heus. Kijk, angstcultuur bestaat. Ja. En dat zijn natuurlijk wel dingen. Maar dat. Ja, in een bedrijf van 20 man waar iedereen aan hard aan het werken is, er is helemaal geen tijd voor een angstcultuur. Dat is een angstcultuur is een heel ingewikkeld fenomeen. Wat je moet. Wat in bedrijven, als mensen, daar zitten lagen in van mensen die niet echt wat te doen hebben. Dus die gaan dan. Maar je kunt niet op een manier in een. In een bedrijf als mij. Dat gaat niet. Maar als u zegt dat maakt het leven mooi, dat is toch wel ingewikkeld. Als er tientallen mensen met een. Niet bij u. Ik heb het nu bij. Ja, maar nee, als voor alle mensen die daar dus op een of andere manier buitengewoon veel pijn van hebben gehad, om niet te vertellen dat dit het leven mooi maakt, is dat wel een moeilijke boodschap, lijkt mij. Ja, ik heb ook wel pijn geleden in mijn leven. Ja. Dingen gebeurd die ik niet leuk vond. Part of the job. Incasseren en door. Ja, het gebeurt. En het feit dat het helemaal niet meer mag gebeuren of het is een probleem, dat vind ik ook problematisch. Helder. Ik kijk nog even naar jullie. Is er nog iemand die iets wil aanvullen, opmerken? Iedereen klaar. Volgens mij zijn we. Ja. Dames en heren, wij gaan we tot u richten. Geef een warm applaus, dames en heren, onze gast.
Mai Spijkers. En ons zeer gewaardeerde trio met journalisten. Blijf zitten. Goed dat u er was, zulke grote getalen. U weet natuurlijk altijd, na afloop is het belangrijkste gedeelte, namelijk napraten aan de bar. We zien u heel graag terug. We hebben nog geen nieuwe datum, maar er staat een lijst aan mensen die we aan het uitnodigen zijn voor dit programma. Dus ik zou altijd zeggen, hou de website in de gaten en heel graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.